Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 30 in de Verenigde Staten. Maar heb je die vorige video in Japan gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zal die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dat kan je van mij verwachten. In de grote prijs van Amerika, ik kan je nu alvast verklappen, er is regen voorspeld in de race. Maar niet in de kwalificatie. Wauw! Klimmen wel wat naar voren toe en staan dus 11e in het coureursklassement. Nice! Dan spoelen wij de tijd eventjes door. Komen een aantal updates en upgrades binnen. Dat is goed om te zien. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Nieuwe onderdelen dus op de auto geschroefd en die zijn klaar voor dit raceweekend. Er komen nog twee updates aan. Eentje van de powertrain en eentje van de betrouwbaarheid. Dan wordt er gevraagd om een rivaliteit en dan gaan wij Daniel Ricciardo nemen. De coureur die stopt in My Team Career Mode en ook weggaat in het echte leven. Ricciardo is dus eruit gezet door Oscar Piastri in real life, maar hier stopt hij ermee. Ricciardo gaat na dit seizoen met pensioen. Goed verhaal. De Pirelli Hot Lap. Ik vind het een beetje saai worden allemaal, die evenementen. Dus die spoelen wij gewoon door. Ik heb daar helemaal geen zin in. En ja, regen in de race kan wat spannend gaan worden. Hopelijk is onze auto goed. Maar eerst op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 30 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Texas, Amerika. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. De zon hangt hier wel erg laag, dus het zicht is wat beperkt. Helaas hebben wij geen zonnebril. Was het maar zo'n feest. Maar goed, kijken wat deze ronde ons gaat opleveren. Hopelijk dat we met één run door kunnen komen, maar ik ben er bang voor helaas. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de eerste run. Heb gemerkt dat we soms wat de apex missen. De downforce is er nog niet. En dan laten wij een derde tijd noteren. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. Staan op dit moment op een 19e positie. En dit is mijn tweede verse set softbanden. Dus we moeten alles geven om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. De score staat voor ons en we missen helaas de apex in bocht nummer 1. En daardoor verlies ik veel tijd. Hopelijk dat dit rondje nog goed gaat. Komen we aan bij het einde van dat rondje namelijk. We hebben ons wel wat verbeterd. De delta is ongeveer 3/10. Dus ja, dan zouden we bij wijze van spreken door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Missen daar helaas de laatste bocht. En dan laten wij een 11e tijd noteren. Goed gedaan. En dan zijn we door naar het tweede kwalificatiedeel. Pakken Richard Verschoor in de kwalificatie. Goed gedaan van ons. En dan, ja, kom ik daar naast de baan terecht. Daar staan kleine curbstoontjes. Kleine curbstoontjes. En dat betekent, de exit is gewoon helemaal verprutst. En dit wordt ook onze enige en laatste run. Want hierna hebben wij niet voldoende ERS, brandstof en tijd meer over. Oh no! Anyway, last week.
Dus het wordt een alles of niet rondje. Ik ben er bang voor dat wij niet door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Nog ongeveer een minuut op de klok. En daar helaas weer wat te wijd. Komen we aan bij de laatste bocht. En dan laten wij een 11e tijd noteren. Maar dan zit Q2 er ook op. Carlos Sainz het snelste. Charles Leclerc naar P2. Die kan trouwens vandaag wereldkampioen bij de coureurs. En wij 15e pakken toch nog Dan Ticktum. Goed hoor. Is het op naar de race voor aflevering nummer 30 van F1 22. My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken. So what, I wonder, is in store for us today? We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Ricciardo, Sir Lewis Hamilton and Gasly. Russell, they've taken a grid penalty. Magnussen, the Professor and Sergio Perez. Albon, Ocon, Fernando Alonso and Richard Vasseur. Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mick Schumacher, Lance Stroll and Daniel Ticktum. Latifi, they've taken a grid penalty. Joe, Schwartzman and Lando Norris starts from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Stel me niet teleur, zegt Mark Brisely. Moeten we zeker niet doen. Aan het einde van de rit kan er regen ontstaan. Medium hard is de strategie. Neem extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Gaan gewoon beginnen voor de Formation Lab hier in Texas. We vertrekken vanaf een P9. Hopelijk belanden wij ook in de punten. Alle informatie gezegd, de banden moeten worden opgewarmd, want die zijn nu nog ijskoud. Dus ja, en dan zijn we aanbeland bij het einde van de Formation Lab. Kijken of wij goed weg kunnen komen bij de start. Hoe zetten wij de auto neer? Regen voorspeld binnen 10 à 15 minuten. Over ongeveer een kwartiertje valt er regen en we komen goed in de gridslots terecht. Nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn gridslot is aanbeland en dan gaan we erom beginnen voor aflevering nummer 30 van F1 22 My Team Career Mode. We vertrekken vanaf een P9 hier in Austin, Texas. De lampen gaan aan voor de grote prijs en ze zijn uit en we zijn onderweg en we hebben flink wat wielspin te pakken. Komen niet lekker weg en Perez is al beter weg. Wij gaan gelijk voor de binnenkant hier in de eerste bocht. We moeten daar even op de rem vanwege Kevin Magnussen. Maar pakken Perez weer mooi terug. Zit daar nog wel aan mijn binnenkant. En Albon is heel goed weg. Heeft twee plekken gewonnen. En wij moeten daar even van het gas. Omdat Perez daar de deur dicht gooide.
hebben 2 posities verloren, zijn terugverwezen naar een P11 op dit moment, moeten terug zien te knokken voor punten, maar hebben al veel last van de vieze lucht van Sergio Perez. Kijk hier aan de binnenkant, maar daar zit ook gelijk Alonso en die rijdt zijn voorvleugel kapot. Pakken 3 posities in 1 bocht en dat is P9. Albon kan terugkomen in de slipstream zometeen. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso, die Alpine loopt heel hard. Hier weer 3 dik. Wat doet Alonso? Die houdt dit keer wel netjes, maar hij moet naar binnen voor een nieuwe neus. En dan zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als we daarbij Kevin Magnussen zijn aangedrongen, hebben DRS beschikbaar gesteld, gooien onze overtakeknop aan. Magnussen gaat die binnenkant verdedigen. We kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. Gaan hier wel wijd. En moeten helaas die positie teruggeven aan Magnussen zometeen. Dat doen we hier slim. En we kunnen gelijk terug aanvallen. Beetje met elkaar stoeien. Maar dat is P8. Jazeker. En Magnussen kan ook niet terug kruisen, want wij blokkeren de buitenste lijn. Maar Alonso dus helemaal van achteraan. Na een touché met ons in de openingsronde. En we gaan alweer ronde nummer 4 in. Doen het goed. Staan op een 8e positie. Zitten we in ronde nummer 5 van de race. Als we daar Alexander Albon hebben. Die kijkt daar naar de buitenkant. Maar wij hebben die binnenste lijn. Die we Albon daar mooi wijd. En dat is nog steeds de 8e plek. De wolken zijn al wat aan het verdonkeren. Die worden donker. De regen gaat zometeen denk ik vallen. Want ja, de zon verdwijnt ook. En in ronde nummer 10 is het zover. De zon is helemaal verdwenen. En Albon probeerde daar naar de binnenkant te kijken. Lukte niet. Moet hier dan terugkruisen. Doet hij zeker. Maar verprutst daar een beetje zijn exit. Zit er wel aan de buitenkant. Maar dan houden wij die binnenste lijn. Duwen Albon wat naar buiten. En het is nog steeds de 8e positie. Bewolking slaat toe hier in Amerika. De regen kan zometeen denk ik gaan vallen. Dus ja, dat wordt oppas geblazen. Want ik heb gemerkt dat de auto niet goed is in de regen. Over een aantal minuten verwacht de eerste regendruppels, zegt Mark Priestley. En Alonso is naar binnen gedoken. En rijdt nu helemaal achteraan. Op het rechte stuk kan Alexander Albon misschien kijken. Heeft daar slipstream. Naar de buitenkant misschien? Nee. En in ronde nummer 13 is het zover. De regen is aan het neervallen hier in Texas. En ik duik naar binnen voor de intermediates. Dan is de vraag, hoe snel zijn wij in onze outlap? Durven wij de auto op te zoeken? Wat is de limiet in de regen? Allemaal belangrijke vragen die zometeen worden beantwoord. Maar eerst de pitstop. Is die goed of is hij niet goed? Hij is goed. 2,5 seconden en komen terug achter George Russell. Weer terug op P8. De baan is natter en natter geworden. En zometeen, als de banden op temperatuur zijn gekomen, dan is de vraag hoe reageert de auto in natte omstandigheden. En dan zitten we in ronde nummer 17 van de race. Als het dit keer echt helemaal kletsnat is op het circuit. Daar komt Ocon. Daar komt Esteban Ocon. Naar de buitenkant is daar 3 dik in de eerste bocht. Want Perez zit daar nog te kijken. Hij schiet hier een klein beetje door. Moeten wat overtake gaan verbranden, zegt Mark Priestley. Maar hier kan Ocon helemaal niks. Bij de S-secties, we houden de auto zo breed mogelijk als het kan. En Russell is al helemaal weggereden. Het gat is ongeveer 6,4 seconden. En zometeen volgt een recht stuk. En die Alpine loopt hard op het rechte stuk. Dus ik ben er bang voor dat Ocon zometeen ons gaat inhalen. Probeert daar in ieder geval naar de buitenkant te kijken. Lukt niet.
En dan zitten we einde ronde nummer 17, begin ronde nummer 18, als we daar helaas de exit verpesten. En wij gaan hier heel hard verdedigen, maar het is niet gelukt, want Ocon is ons voorbij gestoken. Dan remmen wij later en dat is een touché, maar hebben P8 weer terug veroverd. Perez zit dit keer bij Ocon te kijken. En wij kunnen hopelijk nu wegrijden van die beide rijders. Perez dus naar een P9. Ocon dus op P10. Dan zitten we einde ronde nummer 19, begin ronde nummer 20 van de race. En dit keer zit Perez te kijken bij ons. Gaat zometeen aanvallen in de eerste bocht. Heeft meer topsnelheid. Vind ik gek, want we rijden met dezelfde Honda motor. Duwen we hem daar wijd, maar dan verpesten wij de exit. Perez kan terugkruisen. Nee, lukt niet. Oh, het is geel. Oh, het is geel. Perez is hem kwijt. Sergio Perez is de auto verloren. En ik denk dat hij Ocon heeft meegenomen. Jazeker, Ocon uitgevallen in de race. Safety car op de baan geroepen. Ik denk dat Perez gewoon een overstuurmoment had. Aan boord bij de Mexicaan hier. Probeert daar terug te kruisen. Lukt niet. Wat gebeurt er dan? Ah, een corrigeermoment. Een corrigeermoment. En Ocon is slachtoffer. Ocon slachtoffer geworden. Dat is minder leuk. Maar Perez kan wel zijn weg vervolgen. Oké, dus Perez komt er nog goed vanaf. Ocon minder goed. Aan boord bij de Fransman. Ja, Perez heeft daar flink momenten. En Ocon kan hem ook niet meer ontwijken. En 0 punten voor de Fransman. Safety car weer naar binnen. En dit is een uitstekende mogelijkheid om George Russell aan te vallen voor P7 in de race. We gaan al een beetje lopen koekeloeren. Proberen hier een betere exit te hebben. Mogen Russell niet inhalen. En nu mogen we op het gas. Maar Russell heeft een betere exit. Proberen zometeen in de eerste bocht. Dat is het doel. Hier naar de binnenkant. Maar daar zit ook gelijk Albon. Schieten hier door. En Russell pakt ons weer terug. Gele vlag. En Russell raakt ons gewoon. Duwt ons van het asfalt van de baan. En daardoor is Albon een plekje opgestoken. Norris probeerde het daar aan de binnenkant. Dan Ticktum is uitgevallen. Wat een chaotische ronde hier in Amerika. Dan Ticktum uitgevallen. Gele vlag in sector 1. Wordt dat weer een safety car? Wordt dat een virtual safety car? Of kunnen we gewoon doorrijden? We hebben het heel erg lastig. Want de banden willen maar niet op temperatuur komen. Alhoewel, ze zijn op temperatuur. Maar we hebben het gewoon hartstikke lastig. En daar zit Norris dan. En dit doen wij iets te opportunistisch. Raken Albon keihard. En Albon kan weer terugkomen voor P8. Daar zit ook Norris te kijken. Wordt geblokkeerd. Kan er niet langs. En hier dan, zometeen, aanremmen bij deze bocht. Proberen het weer. Komen van ver. Dit keer is het wel mooi en clean. Albon raakt ons. Maar we hebben geen schade gereden. Hectische ronde in Amerika aan boord bij Dan Ticktum. Wat hij zag, of wat hij voelde. Hier is het al gedaan. In de eerste bocht begeeft de Haas het. Ja, jammer. Ontzettend jammer. Dan zitten we in ronde nummer 24. Als we daar Lando Norris hebben aan de buitenkant dit keer. Blokkeer hem zo meteen zoveel mogelijk op de apex. Gaan hier ook al gelijk van mijn lijn af. Maar, en dan zit Norris een beetje klem. En we schoten wat door omdat Norris ons onder druk zette. De ingenieur geeft aan, ja, de regen gaat oplossen, maar verwacht geen droge baan. Dus de baan blijft gewoon nat. Dus we gaan niet naar binnen voor de droge weerbanden. Dat snap ik ook wel, want er zijn nog maar 4 rondes te gaan in de race. Russell is al helemaal weggereden van ons. 3,8 seconden is het gat.
Perez heeft een 5 seconden tijdstraf aan zijn broek gekregen. Ik weet ook niet waarom. Maar blijkbaar vond de FIA dat dat zo moest. Norris zit te kijken naar de binnenkant. Lukt dat? Ja, want hij zit er nog steeds. En wij gaan daar een beetje wijd. Norris, hier, heeft een slechte exit. En wij duwen hem daar richting die muur. Het is agressief. Ik weet niet of het mag. Maar goed, we doen het toch. En Norris schiet daar een beetje door. En zo hebben wij weer de 8e positie in handen. Dan zitten we in ronde nummer 26. Nog 2 rondes eraan in de race. Norris daar weer aan de buitenkant. Nee, het is dit keer Perez. Excuseer. Perez aan de buitenkant. Norris naar P10. Maar Perez kan niet profiteren. Zometeen hier op het rechterstuk kan Perez misschien met zijn betere auto ons gaan inhalen. Hij heeft de topsnelheid, heeft de slipstream, heeft de overtakeknop, hij heeft van alles en nog wat. Maar hier lukt het dan? Het lukt misschien wel, want we schoten door. Maar dan remmen wij mooi laat. Het is heel close. Maar toch een mooie strijd tussen ons tweeën. En dit keer zit Norris te kijken bij Perez. Een hele chaotische race met heel veel actie op het asfalt. En dan zitten we in ronde nummer 27 van de race als Perez dit keer is weggevallen. Want Magnussen zit te kijken voor die positie, voor P8. Wat kan Kevin Magnussen in zijn Williams? Wij hebben hier meerdere keren wielspin. Magnussen kan niet echt profiteren, maar zometeen als de Williams op topsnelheid is. Hier dan ook 3 dik, want nee, Perez, jawel, het is wel 3 dik. Het is 3 dik, want Perez zit daar aan de buitenkant. Alles verloopt clean. Een heerlijke strijd. We moeten daar helaas op die broodjes rijden. En daar zitten te kijken bij Perez. Die ziet ons gelukkig aankomen en weet wat hij moet doen. Niet insturen, want anders hebben we een probleem. Charles Leclerc leidt de race. Waaruit Carlos Sainz geen flauw idee. Perez probeerde het daar, maar schoot wat door. En wij hebben hier zoveel moeite met de auto in bedwang houden. Perez aan de buitenkant. Lukt dat? Jazeker, maar we stoeien terug. En een Ferrari-coureur duikt naar binnen. Carlos Sainz duikt naar binnen. Perez probeert daar weer terug te kruisen. Is gelukt. En dan zitten we in ronde nummer 28 van de race. Norris probeert het daar. Lukt niet. En hier ga ik even een hele dappere inhaalpoging proberen bij Perez. Dat mag eigenlijk niet, maar toch doen we het. Maar wat is er gebeurd met Carlos Sainz? Wat is daar gebeurd? Ik zie hier niet zoveel. Oh, Ricciardo vertraagde. Ricciardo wou een inhaalactie doen op een auto voor hem. Hij mist dat mislukte. Daardoor miste Ricciardo de apex. En daardoor remde hij af. En daardoor crashte Sainz op de auto van Ricciardo. En dat betekent, want Sainz gaat nu naar binnen, valt zometeen heel ver terug. We zitten eigenlijk al in de laatste ronde. Dus deze actie kost gewoon Sainz het kampioenschap. Gaat ook naar de full wets, zie ik. En komt gewoon heel ver terug. Ik denk dat hij ook niet in de punten gaat eindigen. Dus hiermee kan ik al bevestigen dat Charles Leclerc tweevoudig wereldkampioen is geworden in Maite Keremot. We zien ons daar overigens mooi knokken. Heel vet dat we dat in beeld zien. En ja, Sainz, ja, die valt gewoon terug tot de laatste plek. Charles Leclerc, kampioen in My Team Karimode, wint de race. En Sainz, ja, die heeft pech. Die heeft volop pech gehad deze race. Ricciardo is de boosdoener. Wij kunnen hier nog 7e eindigen. Wat kan Lando Norris nog? Niks. Norris kan niks meer. En wij gaan hier als 7e eindigen naar een, vermoeiende race. Toch goed gedaan in de regen. Dus op naar de volgende wedstrijd. En aflevering natuurlijk. And with that, another year of Formula 1 draws to a close. And a new World Drivers Champion is declared.
another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Keeping the tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip at the best of times anyway, and that's 10 times worse if you're on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a big advantage today. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today. And a stunning win for Ferrari. Maar goed, hier ben dan dus de raceuitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint alweer een grote prijs. Pakt dat snelste race rond de punten. Ricciardo naar het podium voor McLaren. Hamilton naar het podium voor Mercedes. Verstappen 4. Gasly 5. Russell 6. Wijders naar P7. Norris 8. Stroll 9. En Zhou op de laatste plek in de punten rijdt op P10. De score 12 dus. Een beste resultaat tot nu toe. Twee uitvallers. Ocon en Schwartz. Man, als ik dat goed heb gezien. En ja, Charles Leclerc, de nieuwe wereldkampioen van seizoen 2. 2 uit 2 voor de Monegask, die ook al in seizoen 1 ja, de titel vond. Maar wij hebben het toch goed gedaan. Van P9 naar P7. 6 punten erbij. Goed gedaan. Hierbij dus de rivale tijdbreakdown met Ricciardo en mezelf. 7 tegen 3. Die verliezen wij op dit moment aan de... Ja, goeddagse Australiër. Team acclaim. Level 19 met team. Level 14 mezelf. Level 9 verschoor. Ik denk ook dat ik verschoor hou voor seizoen 3. Maar dan moeten we even kijken. Even zien. Sponsoren weer. Allemaal voltooid. Jazeker. Helaas heb ik wat schade gereden. 20.000 misgelopen. In totaal op de bank. $13.14 miljoen. We zijn rijk. Super gedaan. Top gedaan. Mooi gedaan. Vet gedaan. Ah, helaas. Een update gefaald. Ik zag het net. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Die moeten we opnieuw gaan bestellen. Gelukkig hebben we genoeg resourcepunten over. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Zaterdag en zondag wekelijks om 1 uur een video. Dus zet dat belletje aan, zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Dat zijn dus op de standaard dagen en standaard tijden namelijk. Volg me even op de sociale media. @GiananSchouten op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.